Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga een nieuwe video doen. Ja, ik heb alles een beetje klaar liggen. Ik heb voor een video opgenomen, maar dan kreeg ik in één keer reclame door die video heen. Dus die bij ons, die runnen bij ons op Apple op. Maar ik heb hier alles al klaar staan nog steeds te drinken. Dit is de... Volgens mij is dit sinaasappel. Dit is sinaasappel, limonade van de basismodule rantsoen, 24 uur per jaar. Dus die gaan, ja. Dat is de iced tea limonade poeder. Persik had ik en ik had... Dit is persik. Als dit sinaasappel zijn, gok ik. Nee, dit is persik. Dit is persik, dat is sinaasappel. Die andere bedoeling heb ik al, maar dat ik nog niet op is mijn mosterdsoep. Ik heb hier een bakje, een bak. Die is tot 90 graden bestemd. Nou, druk 2. En dan ga ik dit er wel in. Waar is mijn goede mes? Waar is mijn leunstuif? Ja, ik doe het met de kopjes in elkaar. Ja, ik doe mijn waterkoker een beetje op. Je ruikt niet veelbelovend zoals ik ken van mosterdsoep. Ja, als je vraagt waarom ik in de flesje bak heb gedaan, deze bak is tot 90 graden bestemd. De mosterdsoep ruikt anders. Het ruikt een beetje, ja, hoe zeg ik dat? Bleh. Zo ruikt dat ongeveer. Ja, ik weet het, ja, nee. Nee. Nee, dit is niet zoals ons zo kennen. Dit is niet zoals ons zo kennen. Niet zoals ons zo kennen. Ik heb hier ook lucifers bij gekregen. Nou. Een fles koop is extra lucifer en dan in één keer gekregen. Nou, ik ga dit proberen. Ik heb hier een aansteker. Hier het lucifertje. Hier de lucifer. Hier doosje. En ik ga. Oeh, vuur ik hier. Ik heb hier een matenbakkie. Waterbakkie. Dus dat kan geen kwaad. Denk ik. Hoop ik. Kijk, wat vind ik nou schoon? Wat is dat voor een oh, je moet ook met water, met die cacao poeder. Cacao moet met water. Cacao, oh, die mosterdsoep stinkt, jongens. Mosterdsoep ruikt me anders, ben ik gewend. Nou, ik heb hier een mok. Poedertje. Oh, dat kan wel. Wat ben ik denk. Roeren in de pan. Roeren in de pan. Lekker roeren. Ja, ik roer met de mes, ik weet het. Ja, smaakt lekker. Ik ga ze niet dit weggooien, want dat is stinkt. Het is al gewoon op. Thank you.
heb twee bekertjes. Nou, gaan we hem eronder zetten. Nou, ik ga er... Nou, ik heb het leukste en dan mag ik de reserve geven. Theezakjes denk ik dan. Ga ik theezakjes proberen. Wat voor theezakjes zit erin? Nou, partner sister. Oh, dat is mijn sister. Knip. Even kijken, wat hebben we voor thee? Een waldbeer, dat zijn... kijk, waldbeer zijn wilde vruchten volgens mij. Waldbeer is wilde vruchten. Engelsje blend. En early green. Nou, kennen we allemaal, denk ik. Hoop ik althans. Nou, ik weet ook hoe dit smaakt. Oeh, nee. Ik gooi zomaar mijn ding eruit. Oh, dit wordt wel waar ik niet ben met deze op paars. Oké, waar is mijn mes? Want ik heb een beetje onder de tafel hier. Het lijkt een beetje op hoppakee. Ik ga hem niet. Maar even deze, kijk. Dit is de wild bear. De wilde beste. Ja, het ziet een beetje gek uit. Niet zo stil te zien. Goedemorgen trouwens deze. Ja, wat zeg ik erom, ja. Ja, niet echt altijd mijn favoriet theetje. Ik hoor er wel bij dat het snel op is. Ik ga ook niet eens weggooien. Ik breng gewoon op thee. Oh, ik ben echt lekker aan het knoeien hier. Ja, dit is een van de laatste video's deze week. Ik ga wat tussendoor proberen video's op te nemen, maar vanwege veel omstandigheden gaat het niet zo goed. Ik heb om 5:30 ongeveer, dacht ik, een fanbericht gekregen. Dat was privé. 5:00, dat is gewoon privé. 4:15 ongeveer, ik weet niet precies meer. Maar dat is privé, kan ik zo zien, even terugkijken. Om 17:12 heb ik een fanbericht gekregen. En sindsdien, ik dacht lekker, vanmiddag dacht ik nog dat ik wou een unboxing doen van deze box van Douwesdum. En toen kreeg ik weer, werd ik weer lastiggevallen. En ik had net een video gemaakt en ik weer reclame kwam erin. En ja, ik wou vanavond een video doen, maar ja, ik heb veel nieuws gehad. Ik denk, deze video stond op de planning, deze ga ik gewoon maken. Stond in die deze aankondiging, moet je kijken, stond 6:00, maar het is nu 6:15, dus ik deze video... Ik kom niet helemaal op scherm omdat dit zoveel spullen zijn. Even kijken. Ja, ik zei niet dat ik weg ga gooien, maar als deze gelijk, ja, dan moet je het weggooien. Zo, gooi ik hier even. Zet hem op 1. Maak wel uit. Erin gegooid, zo. Nou, gaan we dit. Deze Engelse thee weer. Ik zeg dat ik thee altijd met suiker.
Hij is schuldig, ik heb hier 60 euro straks bij gekregen. Waarom is mijn camera eigenlijk zo wazig? Niet schoonmaken. Zo, mijn camera was een beetje wazig. Ik kom pas later achter. Kijk, waar staat hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Zo, 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 zo is het alles wat ik gebruik. Gewoon in een micro. Zo, zo, zo. Ik was eerst naast gooit. Ik gooi daar van naast. YOLO. Ja. Deze twee kennen jullie wel. Maar ik heb ook suiker erbij gegeven. Suiker, ja. Zes zakjes, precies. Goh, wat zijn de zeven zakjes? Zeven nog. Jammer zo. Ik gooi mijn zakje erin, want ik weet dat ik hier nou heel wat zakjes in ga gooien. Twee of zo, dan ben je een pand, dan heb ik hier gaan. Ja, maar wel iets water bij. Ja. Op zich goed, lekker. Ja, ik wil hem ook proberen. Oh jee, ik ga met de rem blazen. Nu gaan we bijna nauw aan doen. Ik ga proberen een opening te creëren. Ja, de opening is niet helemaal goed gelukt. Ik ben een beetje aan het zagen hier. Aan het zagen, ja. En op je, die gaat op je. En terug naar rechts, hè. Dus dan moet ik jou pakken van jou. Ik had het niet. Nee, ik sluit het hele blik. Ja, ik heb een kleine opening gecreëerd. Ja, klein, eigenlijk niet klein, dat kan ik wel. Of met gemakkelijke drinken. Als het nodig is, dan is het niet meer nodig, dat weet ik nu al. Deze een beetje nat, gewoon dit is de Early Grey. Oh, ik kom even rommel, heel gaat zo. Ik wil alleen maar met water koken, maar mijn koffie zit al uit voor thee. Ik drink niet of nauwelijks koffie. Ja, heel goed, ik drink geen koffie. Ja, geen koffie? Nee, ik drink geen koffie niet. Ik vind koffie wel lekker, maar weet je, koffie is niet echt mijn ding. Ja, ik heb, weet je waar ik wel koffie lekker vind bij de McDonald's? Koffie is lekker sterk, ik hou van sterk koffie. Ja, pop, dan pak ik hem weer op en dan gaan we weer een doos gooien. Nee, ik kan wel bij gooien, hoor. Kijkje. Dat is een beetje warm. Deze blijft warm, joh. Ja, jammer. Drinken uit zo'n kom gaat niet goed. Zo. Nou. De koude poeder zou wel koud zijn.
Nee, dus. Oh, dat was niet koud. Suikerpinnen? Pinnensuiker. Wat is het dan fijn om een schaar te hebben? Ik zou zeggen, alles wat ik heb niet meer gebruikt. Gooi het daar en wat doe ik? Ik hou het gewoon bij. Oh, wat erg. Ik heb trouwens een nieuwe tripod, maar met die tripod kan ik alleen recht filmen waarschijnlijk. Ik kom uit China. Ik zal even zo laten zien. Deze tripod waar ik niet mee film, juist komt wel een action. Ja, ik kan hier allemaal filmen, maar weet je wat het is? Ik heb hier nog even geprobeerd zo. Ik wil er proberen mee te filmen, maar hoe is dat dingetje? Kijk. Ik kan even nog even dingen op moeten loshalen. Kijk deze. Die draaien er gewoon op. Ik wil het gewoon opgedraaid worden zo. Kijk, neem dit. Hier zit je telefoon onder, ik pak even mijn andere telefoon. Kijk, deze zit hier onder. Kijk, deze past te makkelijk. Maar mijn telefoon is ongeveer. Mijn telefoon gaat echt gewoon net dit rekvermogen zo meetrekken. Dit is gewoon echt het verste wat deze kan. Dus wat ik wel wil proberen is dat ik mijn deze op mijn statiek wil schroeven. Kijk of dat werkt. Dat zal prima hoor. Zo. Ik moet even stil houden. Draai, 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 draai. Dat is geweldig. Kan ik hier gewoon mijn telefoon in zitten? Deze telefoon, kijk, ik kan hem gewoon hier aan zitten. Nu zit hij hier. Kijk, stel dat ik wil foto's maken. Shit, de telefoon past hier niet op. Oh wel, toch wel. Toch wel, hè? Zie je? Het staat nu gewoon op het statief. Ja, ik doe het vrolijk maar. Zo, dan pak ik jou even in een stekketje. Ik heb wel geen probleem. Oh ja, suikerpinnen. Ik heb helemaal geen probleem. Suikerpinnen. Dat zijn deze dingetjes. Oh, ja. Weet je, dat maak ik wel gewoon. Ik ga naar een biscuit. Nou. Ik ga opreizen met mijn volgende droog had. Misschien ken ik wel op zich. Nou, ook van één zeg ik je. Geen twee, één. Ik ga ze er zelf, moet ik weet zeggen. Ja, aan ieder geval. Ja. Op zich. Ja, lekker. Ze zijn op zich lekker. Ze zijn echt heel lekker. Ze zijn zoals normaal normale biscuits. Nou, ik weet van het vorige pakket, ik ga dit niet eten. Ik weet van het vorige pakket, deze zijn ranzig. Ik ga het vorige pakket gewoon op. Ik ga het vorige pakket. En mijn man zegt gewoon, kom hier voor filmen. Ik ga dit hier niet eten, want ik weet die dingen zijn ranzig.
Zie ik allemaal wel. Wel niet. Hij wil nu. Kijk, zet je naar mij. Gem. Thomas, puntje, ik weet, doe het thuis niet na. Doe het thuis alsjeblieft niet na. Gem, jam, jam, jam. Ja? Ja. Nou, ik kom bij het volgende. Ardense partij heb ik toen geproefd, is ook niet lekker. Nou. Groentepartij, gebakken champignons, uien, paprika, koolstofrijke gehydrateerde uien, water, groene bonen. Oké. Oké. Gadverdamme, het ziet er niet uit, het ziet er nog wel goed. Nou, maar niet zeg maar hoe het eruit ziet, of wat het lijkt. Ik denk als ik het jullie zo laat zien, dat jullie al denken, deze heb ik al gehad. Deze is echt een beetje, kijk, heb je nou een mespuntje, nou. Kom bij mijn lievelings. Dextrose tabletten. Deze video komt een half uur ongeveer later. Ja, ik weet niet, een half uur. Ik moest eerst de andere video opnemen en nou deze video. Dus ja, weet je, deze video. Waarom kon je die niet opnemen? Nou komt de steamrol. En die ook straks naast. En dan heb ik alles wat eten is gehad, toch? Ja. Oh nee, ik heb de koffie nog niet gehad. Shit, dat was de verkeerde. Dan denk je, gooi ik de koffiecream er doorheen. Jongen, jongen, maar van. Nee, ik ben lustig koffiecream. Baba. Dit is de oploskoffie. Hoop ik. Even kijken, ja, oploskoffie. Kristal. Ja, dat ziet er meer uit als koffie. Wat? Dat zijn bonen. Dat zijn de bonen. Het ruikt heel sterk naar koffie. Ja, zoals je foto ziet, kom ik in. Zo, de Ruud. Een koffiepitje. Heet. Nee. Ja, nou gaat het leuk worden. Nou mag ik dan iets kouden. Kouden. Wat is dit ding? Chip koud. Zo, goeiemorgen zeg. Boom! Een windexplosie, joh. Ja, we zien. Dan gaan we de steamroll. Nou, ik ga hem even de laatste product al drinken. Koffie, limonade en chocomel. Ik zeg. Blijf kijken naar mijn video's.
Ik was even een korte pauze in, omdat het gewoon privé niet goed gaat momenteel. Ja. Dus ik was gewoon even pauze voor mezelf. Want ik wil wel goede foto's blijven maken. Video's bedoel ik. Ik wil gewoon goede foto's blijven, video's blijven maken. Maar ik zeg abonneer, dan like achter en ik zeg later, doei.